geschreven. Niet. Ja. Nee. Oh, kijk dit even gaan. Ja, iedereen gaat los. In de tijd dan wel. Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe vlog. En jullie zien het goed. Dit is de juiste kwaliteit, dus. Want dit is met mijn nieuwe camera. Althans, de oude camera die ik had. Met een nieuwe camera aangezien ik hem kapot heb laten vallen met mijn domme hoofd. Anyway, ik ben blij dat ik jullie weer mee kan nemen met deze camera. Het is tijd om eerst te gaan trainen en daarna ga ik Shayda eindelijk weer zien. Holy freaking moly, dat is lang geleden. En ik heb allemaal leuke dingen in mijn huis gedaan, wat ik nog aan jullie ga laten zien. Maar oh mijn god, mijn huis begint echt leuk te worden. Het begint echt zo freaking leuk te worden. Ik heb trouwens hier nu die boom neergezet. Die bloesemboom. Waanzinnig, dit is toch te cute als je dan zo dit ziet. Ik moet nog wel een ander dingetje eronder hebben. Maar freaking leuk, freaking leuk. Nu is het echt tijd om te gaan, want anders ga ik freaking voetbal missen. Oh, schilderijtje. Oh. Kijk, mijn stiefvader heeft dus mijn trap geverfd. En op de plankjes waar ik mag, of de plankjes, de treden waar ik mag staan, heeft hij een blauw dingetje gedaan. Want anders verpest ik natuurlijk de verf. En dat moeten we niet hebben. Ik zag op Myron haar Snapchat dat ze een koffietje aan het maken was. En toen had ik er ook ineens heel veel zin in. Dus ik maak even een decafé koffietje. Aangezien ik anders niet slaap vannacht. En het is wel heel donker hier, hè. Eventjes daar een verandering in brengen. Oh, en dan zien jullie ook meteen wat we hebben gedaan. Ik heb eettafellampen. Kijk nou. Hoe gezellig. Je kan, daar zit dus van wat ijzerdraad in. Het lukt me nog niet om deze helemaal leuk te buigen. Maar je kan het dus buigen naar hoe je het zelf wil. Ja, dan staat het helemaal gezellig. Kijk nou hoe cute het is. Super zeg. Ik heb een soort flitser. Die is goed voor foto's maken. Dus die neem ik ook even mee. En even een kwarkje. Alles. Want ik ga zo naar Daphne toe. We zouden eigenlijk in het Vondelpark voetbal kijken. Maar dat ging helaas niet door. Aangezien het zo tafels druk is. Ik moet je eerlijk zeggen. Daar treur ik niet door, want ik vind het eigenlijk verschrikkelijk zo midden in de chaos en in de drukte. Eerst ga ik even mijn outfit compleet maken. Dat is namelijk dit. En zien jullie het? Rood, wit, blauw. It is. Yes. Rood, wit, blauw met een beetje je gedachten erbij. Het is natuurlijk heel donkerrood. Maar ik heb ook nog een hele leuke hoed. Alleen die ben ik vergeten in mijn auto, dus... Misschien even slim als ik die ga halen. Dan kan ik straks op de fiets. Als ik dan zo mijn huis zie, dan word ik wel heel gelukkig hoor. Ja, ik heb zo mijn best gedaan met mijn ten. En mijn ten lijkt nu wel gewoon weg. Oh, daar gaan we. Gelukkig ga ik binnenkort op vakantie. Oh nee, dat duurt nog even voordat ik echt naar de zon ga. Maar holy fuck, daar heb ik zoveel zin in. Ik liep bijna een kind omver. Ja, boeien. Anyway, autootje zoeken. Ja hoor, ik zie hem daar staan. Zo chill dat ik hem lekker hier heb staan. Kijken of mijn, hoe heet het er eentje? Ja hoor. Zonder dit hoekje kan ik natuurlijk niet het EK kijken. Dat snappen jullie zelf natuurlijk ook wel, hè? Nu ga ik als een debieltje terug naar mijn huis. Ik had ook nog een tas in de auto liggen. Dus die neem ik ook gelijk even mee. Die kan ik die weer opruimen. Mijn huis is nu wel echt netjes. Ik zeg eerlijk, we hebben het opgeruimd. Ik heb Housewife gespeeld en ik ben er blij mee. Dus hij is niet heel gelukkig geworden van opgekropt in mijn auto zitten. Maar oké. Ik ga even lekker mijn koffietje nemen. En daarna ga ik richting Daphne. Ik heb geen idee waarom ik zo aan het treuzelen ben. Maar I don't know. Misschien heb ik geen zin om voetbal te kijken. Ik denk dat dat het is. Ik heb wel zin om Shayda weer te zien. Tering lelijk. Nou, moet dit nou? Ik vind het wel heel negatief. Ik ben een vogel op de rug geschreven. Niet. Ja. Nee. Hoezo? Kijk. Dat brengt geluk, hè? Ja, dat zei ik. Dat brengt geluk. Oh nee. Godverdam. God. En op mijn... Nee. Oost. Maar heb je dit nog aan? Oh ja. De stront. Kijk, daar is je weer. De enige echte Wil. Wil en Tien zijn er weer. Ja, zo. En my friend. My friend is there. Yes. Oké, een penalty. Ja. 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 Nou, schiet op. Oh, nee. Oh, fuck. 1-1. Nee.
Helemaal gezellig trouwens. Alle kroegjes en dingen zaten vol. Nou, zo kunnen we het wel zien hoor. Geloof me, je wil niet in een kroegje staan, want dan kun je er niet zien. We hebben even snel wat boodschappen gehaald. Want ik had nog geen avondeten gehad, dus echt een studentenmaaltje. Here we go. En nog even voor die mannen hebben we ook andere salade gehaald. Nice. Daar is de vrouw ook zo. Jij ziet er een keertje gewoon uit als ik een normale dag heb. Ja, het lijkt alsof we niet hetzelfde hebben gedaan. Nee, ze was het toch echt. Ik was er echt. Ik heb het echt gedaan. We hebben een curfew laatjes gedaan. En ik ben helemaal dood. Hij deed even iets anders. Het was een nieuwe vibe. I loved it. Het was een nieuwe vibe. Ja, en we zijn nu even bij Juice and the Jones. Joe and the Juice. Juice and the Jones. Juice and the Jones. Ik zeg het altijd andersom. Maar wij kwamen er even net achter. In die acai bowl bijna 600 calorieën zitten. Maar ze verschrikken voor jullie, of wel? Nooit meer een acai bowl. Cheers. Cheers, Lef. 600 calorieën bestaan. Ik kreeg gewoon echt een halve tia. Ik heb helemaal nog nooit een tia gehad, man. Dat is toch niet normaal? En dan denk je dat je zo'n klein dingetje eet. En dan zitten er 600 calorieën. Nee, dat slaat niet. Maar er zit natuurlijk amandelboter. En granola en bananen. Ja, hou maar. Zo, ik heb hem even klaargemaakt. Want ik heb een event van Indigo. Het is trouwens echt te gezellig met Maura elke keer. We gaan nu ook samen naar Londen. Dus echt, die girls vlogs worden waanzinnig. But anyway, kijk hoe lang mijn bangs zijn. Ik wil er gewoon nu zelf een schaar in zetten. Maar ik moet heel even wachten. Ik ga over letterlijk 5 dagen ga ik naar de kapper. Dus dan gaat ze het even goed knippen. En we wear this. It's cute, right? Echt geweldig. Ik hou van dit shirtje. Ik vind het echt heel erg leuk. Hij is van de Brandy Melville. Deze heb ik toen met Anne samengehaald. Maar We gaan naar een eventje van Indigo. En daar heb ik ook erg veel zin in. Het is volgens mij voor een hoed of zo. Ze heeft hoeden uitgebracht. Nou ja, erg benieuwd. We gaan kijken wat het gaat brengen. In ieder geval heb ik er wel erg veel zin in. Ik ga lekker op het fietsje. Even dat haar. Het zit ook weer voor geen meter. Maar ja, ik ga toch een banana. Want ik heb niet voor een hoed gekozen, maar voor een banana. Even kijken, ik heb nog even een borstel nodig voordat ik wegga. Maar ik ben al mijn borstels kwijt. Hier zit ook een borsteltje in. Helemaal toppie-joppie. Even deze lippenbalsen meenemen. Altijd in tassen zitten er zoveel random shit. Dat je denkt, ja, wat moet ik hier nou allemaal mee? Maar dit gaat mee in mijn tassie. Mijn camera gaat mee. En mijn sleutel. Verder heb ik niks nodig. In mijn tas. Oh, wat fijn om zo'n lekker dagje te hebben. Ik heb even een zonnebankje overgepakt, want ik was gewoon weer Casper het spookje. En het werkte bizar goed. Niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel tan gehad van een zonnebank. Ze zei, het gaat ook nog doorbruinen. Dus waarschijnlijk over 2 dagen ben je nog bruiner. Ik zeg, meid, dit geloof je niet. En die chick stond er weer, die mij de vorige keer had geholpen toen ik stalker zat voor die freaking tanning shop. Maar oké, okay. Let's go, Leo. Amsterdam, Amsterdam. Wat blijf je mooi. En tering druk. Jesus Lord. Als je niet 2 tellen op hebt, dan lig je gewoon onder de auto, wordt je omver gefietst. Dat is ongekend. Echt, iedereen stikt over en doet. Maar ja, ik vind het ook wel weer leuk. Het voelt een beetje alsof je in een soort videoclip, videogame zit dan. Zo woes, woes, woes. Goed verhaal. Oh, Amsterdam. Ik word er toch wel echt gelukkig van, hoor. Steeds gelukkiger. En weet je wat ik leuk vind als ik aan het fietsen ben? Dat ik dan naar iedereen die ik tegenkom glimlach. Dus je krijgt altijd een glimlach terug. Altijd. Maar we zijn er bijna. 100 meter. Oh, daar. Nou, kijk, bij die ballonnen. Kijk, daar is de vrouw met de hoed. Ze hebben deze... Jullie hebben 3 dingen, toch? Ja. Deze banana, hoed en de beige. Beige. Oh, leuk. Ja, wel boven de titties. Hè? Wel boven de titties. Ja. We zijn geswitcht. Ik ga toch voor een hoed. Ik ga nog wel die dingen dit een beetje zo doen. Kijk nou. En jij gaat voor de bandana. Nu hebben we alle 3 iets op. We hebben even geswitcht. Ja, dit vind ik toch wel leuk. Je kan er dus ook nog pareltjes op laten zetten. Maar zo'n bandje is ook wel heel cute. Ja, we gaan voor die rodeo. Deze vrouw. Oké, je wilt een beetje, hè? Ja, een klein beetje. Oké. Okay. Ja. Zo ongeveer? Ja, ik denk dat dit leuk is. En dan hou je hem gewoon al continu af. Ja, dan koelt hij weer af. En wat je dan kan doen ook, je zou ook als je hier klaar mee bent, dat je het weer terugstapt. Dus dan kan je zelf strijken. Dan strijk je hem. Oh, sick. Wat grappig. Ja. Oh, ja. Nou. Zo easy. Maar zo vind je hem goed?
Ja, denk het wel. Ja, ik zet hem even op. Oh, ik vind hem eigenlijk misschien nog wel te recht omhoog. Kan hij iets platter? Ja, dit vind ik leuk. Ja, we gaan even die strip maken. En de drukknoopjes komen erop. Ja, dit is echt handwerk. Je hebt het even afgemeten en nu druk je hem er zo doorheen. Kijk, komt wat kracht. Hoppa, easy. Easy. Leuk. Kind kan de was doen. Leuk dat je elke hoed ook weer net iets anders kan maken. Ja, hè? Ja. Met bandjes of jij soort stomen. Ja. Zo. Nou, perfect. Ja, dit vind ik leuk. Toch moet je jezelf even wennen met zo'n ding op. Maar ik vind dat als ik bij anderen dat altijd zie, dan denk ik echt yes. Ja, yes. Het is ook echt vet. Maar het is gewoon echt, je moet het gewoon ownen. Juist, ja. Enig. En je ownen. Ik It's another day, but same people in the house. Michael en Shay zijn hier. Heel gezellig. We gaan vanavond naar Amsterdamse Zomer. Ik ben me aan het klaarmaken. Ik heb deze enige nieuwe broek. Deze is van ASOS. Nou, hoe leuk met die sterren. Dit is toch waanzinnig. Het is wel echt klote weer. Echt freaking klote weer. Maar ik ben nog niet klaar met de make-up. Ik zie er ook uit. Ik ben een clown, dat zie je toch zo? Ik heb ook niet zoveel zin om echt te vlieken. Maar het eten is er, dus we moeten heel eventjes gaan eten. Daarna gaan we verder met een poging tot vlieken. Zo, uit. Even het haar gedaan. En we gaan daarheen. I feel like I'm looking like a trucker. Maar oké. Eventjes een tasje pakken. Ik wou eerst mijn kleine tasje mee, maar mocht ik die pet niet op willen, moet ik hem wel in het tasje kunnen doen. Dus we nemen deze mee. En dit is de final look. Helemaal prima, toch? Dit is echt helemaal oké. Okay. Eerlijk is eerlijk. Dit is toch helemaal ruk voor een feest. Kijk mij nou. Ach, jee ook. Ja, dan maak je je mooi voor wat, is dan de vraag, hè? Maar oké, we hebben een soort VIP pink. Pink VIP, ja. Dat vind ik heel stoer. Hebben we er zin in? Laat je likken! Ja hoor, we zijn er. Hoe gezellig. Het is eindelijk droog. Voel ik het wel. Ja hoor. Kijk. Goed gezongen. We gaan over regel, we maken over goed. We maken regel, we zonder muziek. We blijven van af. 1, 2, 3, oh, laten we weer vliegen. Maar dit raakt me echt. Nou, natuurlijk niet, kut Janus. Zo gezellig. Leuk. Oh, tegen mij. Is wel mooi hoor, jongens. Kijk, dit is mooi. In de jaren 90 hier in Amsterdam. Iedereen gaat los. Good morning. Holy, dit was zo gezellig. Ik ben gewoon helemaal aan het nagenieten ervan. It's one chaos hier. Dus ik ga heel snel even wat opruimen en doen. Michael en Shay zijn nu even lunchen met een vriendin. En ik ga ook even gezellig met wat vrienden lunchen. Dus het gezichtje moet even opgekalivaterd worden. En dan gaan we door. Helemaal leuk en gezellig. Oh, spierpijn als een motherfucker. Maar dat is alleen maar goed. Ik heb dus de komende dagen ook heel veel pilates gepland. En nog een workout dezelfde dag. En je kan nooit genoeg sporten. Trouwens, dat is niet waar. Je kan echt wel veel te veel sporten. En dan als je geen rust neemt. Maar ik neem gelukkig ook mijn rustdagen. Dus dat scheelt. Voor nu eventjes dit fixen. Het was echt leuk. Mensen hadden echt goede vibes. Dus dat is echt top. En je hebt hier in Amsterdam zitten er dus heel veel zwervers, zeg maar, bij die vuilnisbakken en zo. Het is echt heel mensonterend om dat te zien. Maar die duiken er helemaal in om deze blikjes te pakken. Dus mocht je blikjes hebben of wat dan ook, zet ze naast de container neer of
ja, dan hoeven ze dus niet die container in. Meestal als ik iemand zie, dan heb ik zo'n zak en dan geef ik dat aan diegene. Zodat die statiegeld kan ophalen. Dat scheelt toch, hè? Je moet toch een manier vinden om aan wat geld te komen. Oké, oh, wat was dit leuk, zeg. Ik ga even een beetje opruimen. Een beetje klaarmaken, even mijn make-upje doen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. En dan kunnen we de dag starten. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben helemaal... hyped. Hallo, hallo. We lopen op de Albert Kuip. Jawel. En ik heb hier een Pilateslesje. Althans, lesje, event. En ik hoop niet dat ik laat ben. Het valt wel mee een paar minuutjes. Maar we moeten daar. Zien jullie dat roze gebouwtje daar zo? Daar moet ik zijn. Dus hollen en dan gaan we lekker Pilateslesje doen. Ik heb zieke spierpijn nog van het trainen. Maar oké, okay, helemaal zin in. Volgens mij wordt dit echt gezellig. We gaan daarna nog lekker lunchen. Ik ben ook benieuwd wie ik allemaal ga zien daar. Ik ken best wel wat meiden, denk ik. Maar, I don't know. De vorige keer toen ik hier was, hadden ze een zwarte. Maar nu staat het helemaal cute. Oh, kijk, er worden ook filmpjes gemaakt, hè. Daar is Isis. Nu hebben ze helemaal mooie wankjes. Dit is trouwens alleen voor vrouwen. I love that. Dat is elke keer als ik in een klasje ben van Pilates, zijn er ook bijna alleen maar vrouwen. We worden opgehaald met de limousine. Dat is toch leuk, hè? Lekker klasje gedaan. Ik zie er echt niet uit. Iedereen heeft helemaal leuk cute kleding aan. En ik heb sportkleding aan. Zitten we dan op die chompie? Wat is het? Is het überhaupt rosé? Non-alcohol! Ja, godverdomme! Hallo, hallo. Ik wacht even op Swanny Boy. Het is de volgende dag. En ik ga vandaag iets leuks doen. Ik ga naar een ding voor de podcast. Want zoals jullie misschien nog weten uit een aantal vlogs geleden, ga ik samen met Rachel een podcast beginnen. Maar ik belde net met Sven. Alleen hij zegt, wacht, politie. En toen hing hij op. Dus ik hoop nu niet dat hij aangehouden wordt. Hij zei, ik ben er met een minuut. Ik heb trouwens dit cute outfitje aan. Helemaal enig. Ik ben helemaal van de gouden ketting ook de laatste tijd. Hallo. Ik dacht even, je bent aangehouden. Ja, ik hing zo abrupt op. Oh, ja, jij hing heel abrupt op. Er stond een politieboot ernaast me. Toen dacht ik, oh shit. Ik kon niks meer zeggen. Nee. Toen dacht ik, okay, I'm gone now. Rage. Hi. Oh, mijn schatje patatje. Dit wordt leuk, hè? Helemaal excited. Ja. We moeten nog even kijken in welke vorm of hoe of wat. Maar dit was nice, want... we wouden zelf alles gaan produceren. Dat is gewoon niet te doen. Nee, dat is gewoon niet te doen. Dus we're not gonna do that. We're just girls. Yes. We need men. Yes. No. No. Ja, dat vind ik ook. Zo, thuis van de meeting. Jawel, en ik heb me omgekleed naar dit lekkere pakkie. En ik ben niet alleen. Nee. Mijn lieve grote vriendin is er ook. Letterlijk groot nu. Ja, nou ik ook. Ik heb ook mijn hakjes aan. En kijk. We zijn echt Wil en Tien, een thema. We gaan nog heepje en heepje eten. Hoe leuk is dit? Nou, ik vind het wel echt cute. We komen wel echt samen binnen zo. Jij komt van de motorvergadering en ja. Ik heb net een huis geschilderd. Ja, ik bedoel maar. En de groene verf is blijven hangen op de schoenen. Ja, ging even groen. Ja, termen te kikken. Fietsje neergezet. Knappe date. Volg ik. En we gaan hier naar boven. Naast de Mac, als het niet je vreet is, kennen we allemaal waar de Mac gaan. We zitten. Wat een tent. Ik vind het on-Hollands. On-Hollands, ja. Ik vind het allemaal nog prachtig leuk dat we hier op de bouwval uitkijken. Ja, dat is wel één. Maar verder kun je heel Amsterdam zien. Ik zie potentie van Mokum. Ik heb dus vandaag pas geleerd dat Mokum Amsterdam is. Voor de Amsterdammers. Hoe heb je dat geleerd? Ik weet het niet. Oh, 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 we zijn er echt net. Dat je hier vanavond aanschuift bij Tino Skylounge. Kijk nou. We hebben naast de DJ ook wat live muziek voor je mee verwacht. Ik heb Camille hier op de tafel. Ik ben verliefd op haar. Mijn naam is Sessa. En we beginnen met haar stem. Skylounge. Oh, wat een mooie stem. Nu nog eens. Oh, is je kan zingen. Ik denk dat ze daarvoor betaald wordt. Ja, ik denk het ook. We gaan oesters eten, jongens. En nu een tikje hem achterover. Heb ik wel ooit op dat? Ja, cheers. Moet deze heel goed. Ik heb mijn motorboek zo lekker gevonden. Het is een hele goede. Dit was een hele goede oester. Fuck you, carpaccio, ja. Doe decadent of doe het niet. Maar deze is zo lekker. Überhaupt. Zullen we er nog even ruiken? Ja. Al het eten is echt niet normaal lekker. Wat we nu hebben gehad. Ja. Maar dit is...
niet normaal. Het ziet er lekker uit, vooral voor een lactose intolerant. En dit ziet er ook waanzinnig uit. Heerlijke mocktail. Dit gaat zij helemaal mooi doen met allemaal shizzle. Sigaar, jongens. Oh, lekker hoor. Dit was ziek lekker. Niet normaal. Ik heb echt genoten. Ja, ik zit ook echt. We hebben ook best wel veel gegeten. Maar het was zo lekker. Ik vond het echt. Ik zou hier echt nog een keertje heen gaan. Ja, hè? Want we zijn in het weekend wat meer een soort feestachtig is. Het lijkt alsof wij gewoon 2 dagen terug zijn. Kijk, hetzelfde punt. Staan we weer. Dit keer niet aangehouden. Andere fiets. Oh ja, de vorige keer had ik die andere fiets. Erger. Wij gaan heerlijk met kantoor het bootje op. Helemaal gezellig. Als ik terug hoor in de tijd, dan wel met jou. Smaakt naar zoet, zout, zuur. Ze smaakt naar de zomer. Ze smaakt naar zoet, zout, duur. Ze smaakt steeds naar meer. Helemaal gezellig op de boot. Jij hebt weer een shoo-shootje. Zit jij weer aan de alcohol? Niet shoo-shoo, hè? Shoo-shoo, zei ik. Ja, nee, shoo-shoo zou ik niet doen. En Bas, hallo. Laat jouw outfit eens even zien. Kijk, waar is je outfit van? Broekje is van... De broekje is van... Kunnen we even normaal doen? Oh, kijk eens wie er ook is. Kijk eens wie er is. Goedemiddag. De boot was waanzinnig. Jij hebt ook nog een klein rondje meegevaren. Ja. Helemaal gezellig. Daar ben ik echt 4 tinten bruin. Ja, we zaten echt lekker in het zonnetje. Nee, ik zat alleen maar zo. Ja, lekker te genieten. Nu gaan we eventjes een hotelletje. Ik kom hier thuis. Dan hoor ik ineens. Hi! Zit Anna hierboven? I love it. Anna Banana! Hey! Heerlijk, heerlijk. Hoi, goedemorgen. Ik ben weer een favoriete vrouwtje. En we hebben een eventje van deze knappe dame. Hallo. Hallo, wat zie je er mooi uit. Hoi. Oh, wat leuk. Oh, vrouwen, wat veel. Kijk, who is there? My hooly girl's friend. En Noosje in the back. Oh, dit is echt waanzinnig leuk. Mag ik niet mee meunen? Klein atje? Een kleintje. Een kleintje? Who is there? De echte Real Housewives. Veel vrouwen, veel knappe vrouwen. Alleen maar in leuke pakjes. Helemaal cute. We hebben nu een yoga lesje. Dit is zo'n mooie studio. Kijk nou even hoe leuk iedereen eruit ziet. Spot de influencers die je kent. Iedereen is nog even fotootjes en zo aan het maken. Ik heb toch ook een partij goede foto's gemaakt. Ik zal het jullie nu laten zien. Bam. Mooi, hè? Geweldig! Echt mooi. Maar dit is natuurlijk een waanzinnige setting hier zo. Helemaal gezellig. Ik kan niet bij de lunch zijn. Kijk eens wie daar is. Ja. Hoe vond je het les? Heel fijn. Ja? Ik vond haar heel leuk. Alleen, dan ben ik toch bezig met de camera. Ja, dat snap ik. Maar ik zag jou heel dedicated, zo met je ogen dicht. Maar ik had echt tranen voor je. Ik had ook tranen even. Ik had het ook. Ja, hè? Want je moest zo naar je innerlijke kind en terug naar dat je jong was. Ja, dat snap ik. Die heb ik niet. Dit was zo gezellig en leuk en fijn met al die vrouwen. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga jullie meenemen naar Brussel, naar Tomorrowland in de volgende vlog. Tot de volgende. Vergeet niet te abonneren. Ja, laat zien wat je thuis hebt. Ja, hè?